toen zou ik de volgende week teruggebeld worden over de uitslag. Alleen toen belde hij eigenlijk direct na de MRI terug van het is een tumor. Dus of je terug wil komen. Na die 5 weken kwam er dus de biopsie-uitslag dat het wel kwaadaardig was en dat ik nog maar 2 jaar te leven zou hebben, hooguit. Ergens hou je er natuurlijk wel rekening mee, maar je verwacht het niet. En dan toch, dan langzaamaan komt dat nieuws toch binnen. En het is het nieuws waar iedereen tegenop kijkt. Voor mijn vrouw, idem dito, die was ook, voor Suus was het bizar natuurlijk. Ze noemt het vaak zelf de struisvogelkop in het zand steken. Maar ik weet niet of je het echt zo zou kunnen noemen. Het is gewoon iets wat je niet wil accepteren. En toen moest ik het mijn dochter vertellen, Kate inderdaad. En dat is een moeilijk apart hoofdstuk weer. Omdat je, dat meisje is gewoon 5 jaar oud. En je weet niet in hoeverre dat toch een indruk op... het gaat sowieso een indruk op haar achterlaten. Maar je wilt wel op zo'n gepast mogelijke manier wil je het haar vertellen. En we hebben het haar wel verteld van papa is ziek. Papa die gaat een keer dood. Kate is ook mee geweest naar de begraafplaats om een plekje uit te zoeken. Ik heb een aantal jaar geleden heb ik helaas mogen meemaken dat een vriend van mij zichzelf aan het leven heeft beroofd. En die zat via zijn broer Tika Marantika ook bij de Meerkerk. Tika heeft zijn uitvaart toen ook mede geregeld. En die heeft een indruk op mij gemaakt. En ik zag daar voor mezelf ook wel heel veel in. Dat ik dat ook op die manier graag wilde. Voor mij, als ik zo geconfronteerd word met mijn sterfelijkheid, is dat wel een oprecht vraagstuk waar je natuurlijk af gaat vragen hoe het er straks uit gaat zien. Ik was wel al met mijn vrouw op een spiritueel pad beland voordat we bij de kerk terechtkwamen. Alleen dit was gewoon het laatste puzzelstukje voor ons wat ontbrak. Dit is de enige plek waar we nu moeten zijn die ons gewoon hierbij kan helpen en waar wij verder mee gaan komen. Wie Jezus is gewoon op vertrouwen dat er iemand is die naar ons omkijkt en die berusting aan hem kunnen geven voor de rest van je leven. Dat is gewoon echt voor mij een gevoel. Dat gevoel van berusting is zo fijn nu. Ik heb ook gewoon veel feestjes en veel toen ik jong was de verdoving gezocht. En nog recent heb opgezocht weer in de periode ook dat ik ziek was. Dat ik daar misschien mijn heil in dacht te vinden. Ik denk gewoon, doen wat ik leuk vind. En daarna is dat stukje ook gekomen van de doop. Dat ik gewoon al die oude Jelmer dingen gewoon wilde afsluiten. En dat ik mezelf weer in een nieuw leven heb neer kunnen zetten. En daar voel ik me veel prettiger bij. Ja, Suus en ik waren natuurlijk al getrouwd voor het burgerwetboek. Maar dat voelde toch nog onvolledig. Deze laatste stap om het ook gewoon voor de kerk. En ook, ik kan ook wel gerust zeggen dat ik weer door deze stappen ook weer dichter bij Suus ben gekomen. Mijn recreatieve leven, om daarop terug te komen, dat was gewoon veel drinken. Voordat mijn dochter kwam, want ik kon mezelf niet meer vereenzelvigen met dat met drugsgebruik nadat zij er was. Maar goed, echt, het bleef een stukje wel in mij zitten dat gewoon dacht, dat is een onderdeel van mij en ik wil dat gewoon afsluiten, maar ik weet niet hoe. En die uiteindelijk de stap naar de Meerkerk toe en de doop en de Heer Jezus Christus als mijn persoonlijk verlosser accepteren. Die stappen hebben er wel toe geleid dat ik dat echt voor mijn gevoel kon loslaten. Ja, ik ben ook pas
ik ben ook nieuw tot het geloof. Maar ja, het heeft me nu al zoveel gegeven dat ik gewoon... voor mij is het wel zo klaar als een klontje dat het gewoon... dat dit de weg is voor mij. Ja.